veel plezier, veel kijk en luisterplezier. En geniet ervan op de 17e Nationale Bokbierdag. U bent de organisator van de Bokbierdag. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Nou, een van de organisatoren, we doen nog een hele club. En dat is het mooie ervan, die hele club die bestaat uit een man of 15. En iedereen is voor ons hetzelfde. Het is één familie die het opzet. En dat heb ik net ook al een paar keer aangehaald. Zoals vanmorgen ook. Slecht weer met een uur 5, half 6. We kijken elkaar gewoon aan en zegt niemand van nou dat wordt niks of wat dan ook. Iedereen zegt gewoon schouders rond en we gaan de rand. Wat vindt u van de sponsoring van Match for You voor de Bokbierdag? Nou, we zijn natuurlijk gek met elke sponsor. Van klein naar groot, dat heb ik vanmiddag ook nog verteld. En gelukkig dat nu Match for You uit Lochem. Die heeft de draad opgepakt, die is dit jaar hoofdsponsor. En wij gaan onderhandelen, hopelijk, dat ze dat ook volgend jaar doen. Maar dat wordt nog geëvalueerd. Hoe belangrijk is eigenlijk de Bokbierdag voor Zutphen? Ja, de Bokbierdag is heel belangrijk. Het inspireert heel veel mensen. Het geeft bekendheid. En wat het belangrijkste is, heel veel mensen beleven er plezier aan. En mensen komen ook van heine en ver, of is het vooral uit de omgeving? Nou, het heeft heel veel van een reunie. Dat merk je om je heen. Hè. Mensen spreken af van, nou, we komen, we hebben vrienden nog hier, zijn vertrokken. Maar het trekt ook steeds meer mensen van heinde en verre die het gewoon de optocht al geweldig vinden. Nou ja, en dan gepast nog een bokbiertje drinken 's middags. Ja, en behalve inderdaad veel mensen zullen denken, oh heerlijk zo'n bokbiertje, maar wat stelt de Bokbierdag verder nog voor? Nou ja, wat ik zei, ik vind zelf die optocht een fenomeen. Dat zie je eigenlijk nergens meer. Zoveel paarden, zoveel oude voertuigen, natuurlijk de bokbierkarren, de bierwagens van de brouwerijen die de basis vormen, de muziekkorpsen, dat brengt meteen sfeer. Dus dat is ook leuk, ik ben daar met mijn kleinkinderen geweest. Vorig jaar hadden we al een kleine rol, we hebben een grote wervingsactie voor klant Wila op touw gezet. En toen hadden we al hele leuke ervaringen met het evenement en ik dacht, nou dat kan niet waar zijn dat het niet doorgaat. Wij gaan ervoor zorgen dat het wel doorgaat en wij worden hoofdsponsor van dit evenement. En wat is de reden dat je de Bokbierdag zo leuk vindt? Het is gewoon een heel erg mooie ontmoetingsplek. Je ziet ook in Zutphen heel veel mensen die elkaar hier weer ontmoeten. En in die zin vinden wij het ook een mooie ontmoetingsplek voor de arbeidsmarkt. En daar waar wij natuurlijk op actief zijn. En wij vonden het heel erg leuk om met onze klanten hier aanwezig te zijn in de VIP-tent. En samen gezellig een bokbiertje te drinken. En vertel eens iets over je bedrijf, Match for You. Ja, Match for You zit in Lochem. We zijn in basis een uitzendwerving en selectiebureau. En daarnaast richten wij ons ook op HR-support voor het midden- en kleine bedrijf. We bestaan sinds 2004, dus bijna 10 jaar. En de afgelopen 2 jaar hebben wij meegedaan met de verkiezing Beste Uitzendbureau van Nederland. En hebben we nummer 1 en nummer 2 behaald. Dus helemaal leuk. We zijn vandaag op de Nationale Bokbierdag in Zutphen. En ik heb begrepen dat u de bierkenner van Nederland bent. Ik ben niet de bierkenner van Nederland, ik ben de bierista. Ik ben degene die verhalen vertelt over bier. En nou ben ik wel benieuwd, wat is nou een typisch fabeltje over bier? Een typisch fabeltje is dat je dik wordt van bier. Je wordt niet dik van bier, je moet er alleen geen pinda's en geen worst bij eten. Maar 1 of 2 glazen bier per dag is hartstikke goed. Goedemiddag, ik had begrepen dat u bent de organisator van het Chocoladefestival, ja. Maar u lust dus ook wel een bokbiertje. Ik lust ook wel een bokbiertje, ja, 1 of 2, maar dan ga ik het wel over op gewoon bier hoor. Ja, en jullie zijn allemaal organisators van evenementen in Zutphen, jullie steunen elkaar ook daarin? Ja, zeker. Ik bedoel, vanmorgen keek ik ook gelijk op de buienradar van, oh, gaat het goed bij de jongens van de Bokbierdag? Want ja, we willen met elkaar willen we toch Zutphen op de kaart zetten. En ik doe het met mijn Chocoladefestival en hun doen het met de Bokbierdag. Dus ik weet hoeveel werk en hoeveel energie dat er ingestoken wordt.
keer door.